Ze is hier net aangeschoven. Dat vind ik echt gek dat ze hier is. De Belgische inzending, Senek. Goedemorgen. Goedemorgen. Laura moet ik natuurlijk zeggen. Hebben we de sterkste espresso voor je geregeld? Ja, super lief. Maar ik heb voor jullie ook chocolaatjes meegebracht. Chocolaatjes. Gisteren ineens die grote verbazing. Wij zaten hier exact op deze plek in de studio met Waylon er ook bij. Zaten we te kijken naar de eerste halve finale. En we hadden echt zoiets van, België niet. Dat is niet goed. Dat klopt niet. Tja, het moet misschien zo zijn. Ik weet het niet goed. En wat voor gevoel had je? Ik was een klein beetje aan het sterven, dat geef ik toe. Het was verschrikkelijk spannend. Ja. En de teleurstelling was heel groot. Maar we hadden ook direct zoiets van, we gaan het niet aan ons hart laten komen. We gaan gewoon feesten. Ja. Op dit moment proberen wij contact te leggen met Duitsland. Hallo? 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 We got Waylon here. We'd like to promote Waylon in your country, of course. And you'd like to promote your German... contestant. Michael Schulte. Ja, Michael Schulte. He has red hair and the nicest curls I've ever seen on a man's hair. That's why he's definitely our German Ed Sheeran, simply red looking guy. Oké, daar gaan we. Wat is de leukste eigenschap, Sean? Van Way? Ja. Wat mensen, ja, ik weet niet of mensen dat echt weten, maar hij is echt super funny. Okay. Hij is echt een hele funny dude, is hij. Ja. Hij zou gewoon eigenlijk kunnen stoppen met muziek maken en comedian worden. Okay. Dit is de eigenaar van Camping Het Haasje uit Oosterhout. Ah, wat grappig. Waar jij je eerste optreden gaf en we dachten, nou ja, lang geleden. Dat kan je toch bijna niet weten, maar jij weet het gewoon nog, Thijs. Nou, bij ons op de camping hebben we altijd heel veel activiteiten. En een van die activiteiten is de kinderplayback show. En Waylon die wilde ook graag meedoen. Alleen die zei gelijk van, ja, maar ik wil zelf zingen. Ik ga niet playbacken. Hij noemde zich trouwens toen nog Jong Waylon, kan ik me goed herinneren. Het verhaal klopt, hè? Nee, dat ik echt zit met weet. Verbazing te luisteren. Ja. Voelt het als op je tanden bijt of zoiets als je dan bij het Songfestival gewoon die 3 minuten versie moet maken die dan voor je gevoel nog niet helemaal af is? Nee. Het is, weet je, alles krijgt zijn verdiende energie. Dus die 3 minuten, daar stoppen we net zoveel energie in als het moment dat je een versie van 5, 6 minuten doet. Met een hoop solo's. Dus nee, daar verandert niet zo heel veel aan. Alleen het is iets korter. NPO Radio 2.